Dat betekent dat we deze week wederom een substantiële winst hebben gemaakt van $1800. $1800 uit mijn hoofd. Ja, nee, dat klopt gewoon. $1800 hebben we gewoon weer verdiend. Hey, welkom bij Dopecash. Ik ben Chris en vandaag gaan we kijken naar de derde aflevering van Traden met Altcoins. 3 weken dus geleden begonnen op Binance. Traden van altcoins doen we alleen maar in de huidige pairings waar we in zitten. We gaan vandaag sowieso even kijken hoe we ervoor staan. Of we weer winst hebben gemaakt. Vorige week was een hele goede week. Deze week, nou, ik kan hem wel een klein beetje verklappen, was zelfs nog beter. Dus dat is heel erg nice. Laten we maar gelijk beginnen naar de balans. We staan nu op dit moment ongeveer op de 0,93 bitcoin. Dus we hebben eigenlijk die bitcoin hebben we al bijna verzameld. We zitten echt spot on met de alt die we in ons mandje hebben. De dollarwaarde is nu 9200. Tijdens het opnemen van het vorige filmpje stonden we denk ik net iets lager. $100 lager vergeleken met de huidige koers nu. Dus we zijn ook een klein beetje nog weer geholpen door de bitcoin. Is echt minimaal. Dat verschilt maar een paar procent. Vorige keer, ik heb hem hier op mijn linkerscherm openstaan. Tijdens het vorige filmpje hadden we 0,75 bitcoin en $7400 ongeveer aan bitcoin. Dat betekent dat we deze week wederom een substantiële winst hebben gemaakt van $1800. $1800 uit mijn hoofd. Ja, nee, dat klopt gewoon. $1800 hebben we gewoon weer verdiend. Ja, we hebben gewoon weer hele goede posities gehad. En wat waren voornamelijk de runners deze week? Neo is heel hard gegaan. BNB hebben we positie ingenomen. Hebben we inmiddels ook alweer positie afgebouwd. Ook heel erg nice gegaan. Tether. We hebben een kleine positie vanaf Bitcoin naar Tether genomen. Hebben we op de 10.500 gedaan. Dus was voorlopig, zoals het er nu uitziet, was ook een klein beetje de top. Klein beetje veiligstellen toch. Ik heb gezegd, nou, Bitcoin probeer ik toch een beetje voorzichtig mee te zijn. Ja, als die kans zich toch voordoet, ja, komt de trader naar mij naar boven. Is gewoon een klein beetje risk afdenken. Een beetje veiligstellen. Wat hebben we nog meer getraind? Ik denk dat de meeste posities niet zijn veranderd. Tron? Nee, volgens mij niet. Nee, volgens mij niet. Tron? Wel, Vibe hebben we nog. Vibe hebben we nog gedaan. Vibe hebben we een kleine winstneming genomen. En ja, dat ziet er gewoon goed uit. En voor de mensen die zeggen, ja oké, gaat dit allemaal wel eerlijk? Zal ik nog even gewoon letterlijk mijn history laten zien. Dit is gewoon de deposit history. Fiat, er is sowieso nooit fiat opgestort. Geen geld opgestort. Crypto, nou ja, hier zien jullie het gewoon. De laatste storting is gewoon letterlijk vanaf 24/5/2019. Er is tussentijds niets naar dit account toegegaan extra. Dus geen extra stortingen, gewoon traden zoals het hoort. Ik heb natuurlijk wel even de adressen en de amount weggeblurd, want die doen er niet toe. Het gaat erom wanneer de laatste transactie heeft plaatsgevonden. En die was van 24/5/2019. Oké, even terug naar balans nog. Ik denk dat we alles hebben besproken. Dan gaan we gelijk naar de charts. Dan zien we inderdaad vergeleken met vorige aflevering. Staan we inmiddels op de 9900. Bitcoin redelijk stabiel gebleven. Ziet er wel een klein beetje topje uit. Dus ik verwacht dat misschien best wel kan terugvallen. Dat is ook de reden dat we ergens echt letterlijk in de top 10.500 hebben wij gewoon winst genomen. Heel erg nice. Neo. Spreek voor zich. Vorige keer hadden we daar nog 206 coins. En dat zijn er nu 156. Volgens mij heb ik daar 2 trades op gemaakt. Dus daar hebben we lekkere winst gemaakt. En dat is ook wel logisch. Maar vanaf de laatste keer bijna 22% gestegen. ICX heb ik een Fibonacci overheen gegooid. En dat komt een klein beetje erdoor. Dat ICX is toch best wel flink aan het dalen. Is misschien zelfs, heel voorzichtig,
wordt misschien weer interessant om toch een kleine positie te nemen. Ik vind het persoonlijk zelf nog net iets te hoog. Het is nog iets te veel uit mijn comfortzone. We zagen ook gewoon vanaf dat het filmpje begon, zijn we eigenlijk halverwege de uptrend begonnen. Hè? Dus de positie was heel vreemd. Die was al tussentijds geopend. Dus je zat al midden in de pump. Ja, vanaf onze entry zijn we nog 130% gestegen. Daar hebben we zwaar op gecashed. Daar hebben we meerdere TP's al opgenomen. Het is het overwegen waard om hier ergens een positie op te nemen. En dat is letterlijk dus het Fibonacci leveltje wat er staat. En het oranje leveltje. Dat is het leveltje van ons eigen systeem. Zou je eventueel kunnen overwegen. Ik wil hem nog even laten voor wat het is. En dat is vooral, komt dat door de Bitcoin. Wat er met de Bitcoin gebeurt. Zoals ik al zei, ziet er misschien een klein beetje topje uit. Kan ook zo mooi omkeren hoor. Maar op het moment wil ik dat risico niet lopen. En ik verwacht toch als de Bitcoin echt een iets groter leveltje verliest. En we gaan bijvoorbeeld naar 9400. Dan is dat psychologische 10k is dan weer verloren. En dan verwacht ik toch een heel klein beetje paniek misschien onder de altcoins. Die misschien wat kunnen terugvallen. En dat zijn gewoon scenario's waar ik in denk. Het betekent niet dat het gebeurt, maar ik wil me daarin afdekken. Dus ik ben echt wel bereid om nog in te stappen. Aangezien onze entry al vrij hoog was, doe ik dat bouwen. Oké, Doge. Tussentijds eigenlijk een heel mooi prijspunt aangetikt. 36 Satoshi. Weer teruggevallen inmiddels. Doge blijft er gewoon in zitten. Dat is gewoon een long term en die probeert gewoon naar boven uit te breken. En Doge negeert meestal toch wel andere coins. Bitcoin trekt hij zich niet zo heel veel van aan. Prijsvorming is dus gewoon een goede positie. Wil ik eigenlijk ook gewoon blijven houden. Ik ga daar niet. Het is best wel een substantiële gain hoor. Dus als je vanaf hier rekent naar daar is gewoon lekker. Is gewoon een goede gain. Ik wil dat. Dat moet meer. Dat moet hoger. Dat is gewoon een persoonlijke keus. Ravencoin hebben we niet meer heel veel mee gedaan. Staat er eigenlijk nu precies nog hetzelfde voor. Hebben we al een keer een TP opgenomen. Laat ik gaan verder runnen. Totdat we bij een hoger prijspunt komen. En dat is waarschijnlijk hier ergens top of the range. Vibe is gewoon nu lekker aan het knallen. Heel erg nice. Echt, ja, met terugwerkende kracht zijn we hier eigenlijk vanaf de bodem. Zitten we er gewoon in. Plus 80%. Dat voel je ook gewoon in de portfolio. Gewoon een hele goede gain opgemaakt. TP'tje genomen. Eerste terug te testen gebied is nog zelfs iets hoger, de 308. Daarboven 475 heb ik hier staan en 628. Ik zal daar wat tp'tjes in zetten. Omdat het met dit soort coins met laag volume toch wel heel volatiel kan zijn. Dus die kunnen in één keer klappers naar boven maken. Ga ik dadelijk doorplaatsen aan het eind van het filmpje. Engine heeft tussentijds eigenlijk niet zo heel veel gedaan. Dit blijft hangen. Hebben we dus ook niks meer mee gedaan. OneChain hebben we niks meer mee gedaan. VeChain is een klein beetje omhoog aan het trenden. Is nog niet super hoog. Dit was ook de coin waar we een strakke stoploss onder hadden gezet. Nou, die is dus niet nodig geweest. Plus 35%, heel erg nice. Ik wacht nog even voordat ik daar iets verder mee doe. Tron is wel goed aan het omhoog aan het testen. Zie je een mooie beweging. Klein terugtestje is op zijn plek. Dat is hij nu ook letterlijk aan het doen. Hoeveel zitten we vanaf zijn entry? Ja, is ook nog een beetje magertjes. Dus ik wil iets meer profit erop. Anders kom ik gewoon niet aan die Bitcoin. Ik wil gewoon vrij snel aan die Bitcoin zitten. Dus lekker de druk erop houden. Een beetje blijven pushen. En daarom gaan we eigenlijk alleen maar voor de echte grotere trades. En als we al de trade hebben gemaakt, wil ik een zo laag mogelijk risico weer terugspringen. Eon, no trade zone, niks aan te doen. Gewoon nu niet traden. Cardano gaat ook goed. En op Cardano hebben we ook een hele kleine... De Cardano ben ik volgens mij vergeten. Op Cardano hebben we een hele kleine winst genomen. Er was ook een hele kleine positie, maakt op zich niet uit. Ziet er gewoon best wel redelijk uit. Alleen, ik denk een kleine terugtest is wel op zijn plek. En dat komt gewoon omdat vooral dit leveltje belangrijk is. Daarboven... 831 en 969 en ja, daarboven dan komt er toch wel heel veel vrije lucht en dat zou heel erg nice zijn als we erbij komen. Binance is gewoon een knaller. Binance was echt een knaller. Hier hebben we eigenlijk op de eerste impuls hebben we niet zo heel veel gedaan. Op de tweede impuls hebben we actief
ben dus van Bitcoin naar Tether gegaan, maar ik heb ook met Bitcoin Binance gekocht. En die Binance aankoop heb ik inmiddels dus ook alweer afgebouwd. In totaal hebben we volgens mij bijna 50 Binance coins gekocht. En dat is nu nog 33 coins zijn er nog van over. Het zou zomaar kunnen dat hij best wel iets terugtest. Maar dit was gewoon, de afgelopen weken was dit gewoon de trade om te maken. 30% omhoog. En dat zie je er ook wel terug aan het accountbalans. Accountbalans is gewoon heel erg nice. Wil ik ook mee afsluiten. Ik ga dadelijk een paar ordertjes, een paar tp'tjes erin zetten. Add-ons zijn er nog niet echt actief. Dus hier ben ik op zich wel geïnteresseerd. Als dat helemaal weer terugvalt om daar te kijken naar een positie. Cardano, het geldt precies hetzelfde. Lage terug te testen leveltjes. Vooral overal waar de coins zich bevinden in no trade zone. Gaan we niet zo heel veel mee doen. Tron is misschien al om een interessant om een hele extreem lage entry te zoeken. Dus we zijn echt op zoek naar de koopjes. We willen echt bodem vissen. We willen het onderste uit de kan halen. Dat gaan we dus ook gewoon doen. Als er entries interessant zijn, dan ga ik dat met jullie delen. Dit is misschien wel een interessante entry voor OneChain. Kan ik ook wel. Dat gaan we ook doen. Voor de rest ziet het er gewoon goed uit. Staan er gewoon goed voor. Ik zal nog één keer het balans refreshen. Misschien dat we iets hebben gewonnen of hebben verloren. We hebben iets gewonnen. $50 erbij. Dat is heel erg nice. .93 Bitcoin. Dus we hoeven eigenlijk nog maar 0,07 Bitcoin. En dan hebben we die hele Bitcoin al bereikt. Ik ga dat proberen zo snel mogelijk te doen. De markt kan ook zomaar omdraaien. Je kan zelfs een stapje terug doen. Hè? Dus moet je ook altijd rekening mee houden. Dit is traden met altcoins op Binance. Vond je het nou leuk? Klik dan sowieso het belletje aan. Dan blijf je op de hoogte van de laatste updates die we maken. Wil je nou zelf ook traden op Binance? Klik dan het link hier onderaan. Dan kan je eventueel aanmelden op die exchange. En dan krijg je gelijk tevens 5% kickback. Dat betekent gewoon dat op de gemaakte transactiekosten krijg je 5% gewoon weer teruggestort van Binance. En dat is gewoon een heel nice extraatje. Ik zie jullie graag weer een volgende keer. Later.